Nieuwmond Suriname heeft in haar eerste volledig operationeel jaar een sterke prestatie neergezet. Het bedrijf heeft op 1 oktober haar eenjarig bestaan gevierd. Er wordt teruggeblikt op een jaar van veilige, efficiënte en verantwoorde productie van de Merian Goudmijn in het centrale deel van Oost-Suriname. De overheid heeft $34 miljoen aan royalties kunnen innen bij het Young Goudbedrijf. $12 miljoen zijn aan directe lonen en salarissen uitbetaald, terwijl lokale leveranciers een dikke $2 miljoen hebben kunnen verdienen voor het leveren van goederen en diensten. In het actualiteitenprogramma In Gesprek Met ging Senior Director External Relations Albert Randien nader in op de uitzonderlijke prestaties. Volgens hem heeft de Merian Goudmijn een goudreserve dat goed is voor 13 jaren. Ja, dat is onze eerste operationele mijn. Daar zit dus een goudreserve dat voldoende productie moet verschaffen voor de komende 13 jaar. En dat betekent dat dus voor de komende 13 jaar de staat Suriname, de Surinaamse economie, de Surinamers die daar werken en ook natuurlijk ook de lokale contractors werk gaan hebben aan wat we doen op Merian. Dat is belangrijk. Het is niet onbekend, de mijnbouwsector in Suriname. Maar het is belangrijk natuurlijk dat in Oost-Suriname er nu een bedrijf ligt dat voor de komende 10, 15 jaar productie van goud ter hand zal nemen. Randien zei verder dat het goudbedrijf een personeelsbezetting heeft van ruim 1300 personen, van wie 90% Surinamer is. Er werken op dit moment zo'n 1250 Surinamers daar. Mm-hmm. Een klein deel komt uit het buitenland, maar het grootste deel, 95%, is Surinamer. En ik blij ook mede te delen dat een niet onaanzienlijk deel ook van de lokale gemeenschap is, van de Paramakaanse gemeenschap die in dat gebied woont, rondom Merian, ja. In de 9 eilandjes die in de Marowijnrivier zijn. Mm-hmm. Zo'n 225 Paramakaners. En we zijn daar heel blij mee, omdat dat een van de commitments is van dit bedrijf, van Nieuwmond, in het algemeen om goede relaties te hebben met de lokale gemeenschap. Je werkt met ze, het zijn onze buren, het zijn mensen, de mensen hebben daar voor een lange tijd gewoond, dus zij moeten daar ook voordeel van hebben. Dus we hebben een samenwerkingsovereenkomst met hun getekend, wat voorziet in werkgelegenheid bij voorkeur. En ook een voorkeursbehandeling wanneer het gaat om het aankopen van goederen en diensten. Albert Randien, Senior Director External Relations van Nieuwmond Suriname, over de prestaties van het goudbedrijf in haar eerste operationeel jaar.